Ook in Overasselt wordt stilgestaan bij operatie Market Garden, die 80 jaar geleden plaatsvond. Bij Overasselt vonden destijds droppingen plaats. Het bevrijdingsmonument markeert deze plek. Ook woensdagmiddag vonden deze droppingen weer plaats. In deze regio bij Overasselt vonden er 80 jaar geleden droppingen plaats die vielen onder Operation Market Garden. Dit allemaal voor de vrijheid van ons land. We hebben hier herdacht dat hier 80 jaar geleden luchtlandingen hebben plaatsgevonden in Overasselt. Die heel belangrijk waren ook voor de operatie Market Garden. En als ik nu achter jou over jouw schouder heen kijk, dan zie ik zelfs de parachutisten landen. Er vinden nu hier ook landingen plaats. Om te herinneren aan dat bijzondere feit van 80 jaar geleden, wat onze bevrijheid heeft teruggegeven als het ware. Ja, want het is dus ook echt op deze locatie gebeurd. Ja, het is hier in deze omgeving, directe omgeving gebeurd. Het monument achter mij herinnert daar ook aan. De symboliek is overduidelijk. Het zijn natuurlijk parachutes. Die maken dat op deze plek ieder jaar ook op 4 mei stilgestaan wordt bij de doden uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de herdenking werd stilgestaan bij 3 bijzondere inwoners van de gemeente Heumen. Zij hielpen Franse soldaten en krijgsgevangenen tijdens Operation Market Garden. Ter ere van hen is er een plakkaat onthuld. Ja, we hebben vandaag hier op deze plek ook heel specifiek stilgestaan bij 3 verzetstrijders. 2 uit Overasselt en 1 uit Malden. Wim van Dreumel, Martien Dinnissen en Jan Arts. Omdat zij in de oorlog een verzetsgroep vormden waar heel lang niks over bekend is geweest. En ze hebben neergestorte Franse piloten helpen ontkomen en verder gebracht, zodat zij terug konden naar het vaderland en konden ontsnappen aan de Duitsers.